Dames en heren, het is zover. Fortnite heeft een nieuwe vette update. Update 6.2. En dat betekent bij één ding. Dat betekent dat er hele vette nieuwe dingen zijn. Waaronder in Playground. En ik draai me om. Dit is het nieuwe in Playground. Matthijs, wat is dit? Dit zijn minigame vending machines. Wij zien allemaal verschillende kleuren op rij. Natuurlijk van Legendary naar Common. En hier zitten allemaal verschillende minigames in. Oh, die je shit. Kunt pakken zonder ervoor te betalen. Dus wow, je kunt ze gratis. Gratis meenemen. Dat is zo dik. Oké, dus eigenlijk is dat het. Er zijn allemaal nieuwe dingen bijgekomen. Zoals het port a boat of zo. Port a ship. En dan hebben we hier nog challenges. Weet je wat, we gaan gewoon alles eens eventjes langs. We hebben hier een schip. We hebben nog een schip. Ik heb een goudschip. Oh, kijk eens wat ik hier vind. Oh, shit. Oké, de ene is even kijken. Porter Iron Clad. Pirate Ship. Oké. En dan hebben we hier natuurlijk nog Spiky Stadium. Kijk, die moeten we natuurlijk ook even hebben. En nu heb ik even een handje voor jou nodig. Als jij eventjes... wacht, nee. Wij zijn noobs, Matthijs. Doe niet die paars. Wij zijn noobs. We moeten... Oh, wacht. Het is natuurlijk een moeilijkheidsgraad. Ja, je snapt hem. Jij snapt hem. Dus hier uit de gouden, daar kun je die ships halen. Ja. En natuurlijk de poort, hoe heet dat? De Spiky Stadium. Ja. En deze, vanaf grijs tot en met paars, dat is een moeilijkheidsgraad. Ja, volgens mij wel. Dus laten we het gewoon die grijze doen, want ja, we moeten, weet je, dus de eerste keer kunnen we al gelijk moeilijk doen. Dus als jij nou heel veel pakt, niet eentje, maar echt heel veel per stuk. Heel veel, want ja, you need it, I guess. Oké, we gaan eens even kijken. Ik heb best veel gekocht nu. Holy damn, stekken ze? Ja. Oh, dan is het helemaal prima. Dan koop ik even een paar groene. Ik denk dat ik ready ben. Hoppa, ik heb al twee groene. Gewoon puur voor ter controle. Ik heb drie stuks daarvan. Oké. Dus dat moet wel goed komen, denk ik. Laten we eens beginnen met de ships. Zullen we beginnen? Gooi die eens. Ja, gooi die eens in het water, want daar horen ze natuurlijk. Alright. En... Oh! Wow! Deze dit zijn perfect. Is groot. Deze zijn echt dik. Hey, hier kan je mooie sniper battles mee houden, joh. De dat ene pakt de linker schip, de andere de rechter. Damn, dan kun je echt dikke battles houden. Ik ga eens even kijken. Begin lekker beneden. Dat kan je editen. Nice, dat is altijd fijn. Oh, ik heb helemaal niks om mee te bouwen. Nou, shit. Oké, dit is beneden. Oké, vet. En dan gaan we hier naar boven. En nu wordt het mooi, denk ik. Zo, dit is het main deck. Oh, je kan van tussendoor schieten. Oh, vies. Kan je zo mensen neerschieten? Gaan we hier naar boven? En dit is natuurlijk het main deck, denk ik. Ik weet het niet. Ja, hier gaan de zware battles plaatsvinden. Hier gaan de zware battles plaatsvinden. En leuk is, je kan alles editen. Hey, jij hebt nu de houten gegooid. Als het goed is, je hebt die gouden. Dat is toch een ijzeren? Volgens mij wel. Zal ik die gewoon hier erin donderen? Donder die er maar gewoon in. Dat maakt het uit. Let's go! Oh, ik kan hem niet gooien. Wauw. Oh. Ik kan hem gewoon niet gooien. Oké. Misschien omdat hij te weinig ruimte heeft. Ja, dat denk ik, ja. Laten we eens eventjes doorlopen. Ja, inderdaad. Oh, kijk eens wat je hier hebt. Hé, what the fuck? Oh, dit is heel handig. Dit wisten we niet eens. Nee. Voor de mensen die het niet weten, dit zijn natuurlijk dingetjes die je kan kopen voor de battle. En hierachter, wat zien we hier, Dion? Dit is ook nieuw namelijk. Het is een spawn point, toch? Dit is een spawn point, inderdaad. Damn. Ziek. Ik kan even alles kopen. Ik kan voorbereiden, denk ik. Ik wil even hout hebben. Hout kopen voor steen. Hout kopen voor steen, let's go. Hé, ik krijg het niet eens. Oh, jij pakt alles op, bitch. Hout voor steen, dat is altijd fijn. Maar ik wil dit ship ook nog even gooien, maar ik kan hem ergens naartoe gooien. Ik wil hem ergens naartoe gooien. We lopen even iets door, want je hebt nu ook in Playground soaring. Yes. Dus je kan als het goed is nu gewoon omhoog bouwen. En zo, yay! Kijk, hier hebben we nog wel een mooie plek, denk ik. Zou ik hem hier kunnen gooien? Dus. Kun je hem daar gooien? Ja, kan hem gooien hier. Doe maar, let's go. Poef! Wauw, kijk eens aan. En dit is dus hetzelfde als wat we daar zagen. Alleen dit is denk ik bedoeld voor de RPG's. Laten we eens kijken naar die vending machines. Wat die geven, weet je wel. Ja, ik kan... Ik gok dat ze RPG's en dat soort dingen droppen. Alleen de RPG... En volgens mij zitten de vending machines hier in de muur. Jammer. Maar misschien dat ze aan de andere kant ook nog hebben. Dat weet ik niet. Oh, dat zou wel chill zijn inderdaad. Ja, zo. Waarschijnlijk wel. Ik denk dat de andere kant het ook heeft. Gaan eens even kijken. Of zit dat daar ook in de muur? Want mij zit er ook in. Nou, jammer dan. Ja, jammer dan. Ach ja. Oké, ja. Maakt toch niet uit. Als je dit ding vindt, kijk eventjes zelf. Voor de rest is het niet heel erg bijzonder. Hoppa.
natuurlijk nog. Oh! Spiky Stadium! Ik dacht dat we naar de minigames gingen, maar we hebben nog het Spiky Stadium, wat eigenlijk ook een minigame is natuurlijk. Maar een kleine aanpassing heeft gekregen, namelijk de vending machines en natuurlijk de spawnpunten. Je hebt 4 spawnpunten, namelijk aan deze kant, aan de andere kant en letterlijk aan de andere kant ook. Super dik. En wat je kan doen is dus 2 tegen 2 en op deze manier kun je heel makkelijk weer terug in de stadion komen door middel van die spawnpunten. En je kunt natuurlijk hier in de... Ja, in die vending machines kun je natuurlijk alles pakken wat je nodig hebt. Super want ja, er is in principe alles wat je hierin gebruikt, kun je daar kopen. Ja, super dik. Eigenlijk gratis meenemen. We hebben natuurlijk nog de minigames. De nieuwe minigames. Oh shit, je hebt ze allemaal, hè? Waarvan ik de grijze variant natuurlijk heb gepakt. Zal ik ze gaan gooien? Ja, laten we dat even in de lucht doen, want ik heb gehoord dat ze wat buggen. Uit. Moeten we hier een platform maken of wat moeten we doen? Ik zeg, gooi maar ergens op de platform een minigame. Welke ga je doen? Ik ga nu, ik weet niet welke dit is eigenlijk. Ik gooi hem eens op de grond. Kun je dit zien welke dat is? Dit is shooting range. Ah, oké. Nou, dan gooien we eerst de shooting range op de grond. 3, 2, 1 en let's go. Hoppakee, kijk eens aan. Oh, kijk. Hij wordt in de lucht gehouden door middel van, wauw. Door van rockets of zo. I don't know. Maar het ziet er wel vet uit. Zo hoort het dus uit te zien, dat is goed. Oké, maar ik denk dat we dan gewoon hier een wapentje moeten kopen. Ik ga voor een deagle, dat vind ik wel cool. Ja, maar wat zit hier aan de andere kant dan? Is het niks? Dat is niks, denk ik. Nee, hier moet komen staan. Kom, pak een wapen en we gaan het doen. Ready? Oké, even kijken. Ja, ik moet eerst een deagle. Ik neem ook de deagle, hell alright. Yeah. Ready? De hand cannon, ja, zeker weten. Starten let's maar. Let's go. Wow, oké. 3, 2, 1 en... Dummies! Oh! Je moet ook nog finishen. Wauw, oké. Headshot geven dan maar. Oh shit, gaan we dan. Oh nee, je hebt hem. Ziet jij me eerst, bitch? Zo, dan pak ik de kill. Die ook. Kutzooi. Schiet maar. Nee. Wauw, oké. Dit is wel heel erg easy. Kijk dan, je hebt ook een hele kills. Maakt niet uit. Ah, gek! Oh, huh? Hey! Wie is AA nou weer? Wie is AA? Het zal wel gewoon een score indicatie zijn. Super vet. Ik heb hier ook nog een groene variant van. Wacht, die gaan we eens even testen. Een groene variant. Dat is een moeilijke of zo. Ja, die zou moeilijker moeten zijn of zo. Kijk hoeveel moeilijker dat is, hoor. Ik ga wel eventjes een ander wapen kopen, hoor. En gooi hem maar. Let's go. Even kijken. Kan ik hem gooien? Zo. Ik denk het wel, toch? Oh, kijk eens aan. Alright. Dan hebben we hier... Oh nee, ik wil niet de burst. Laat me eventjes... zo, gewoon een AR. Ik koop een sniper. Let's go. Ja, succes alright. Met je sniper. Are you ready? We gaan nog starten. 3, 2, 1, let's go. Oh, nu telt hij pas af. 3, 2, 1, en let's go. Oh, is er bewegen! Is er bewegen! Dit is een goede oefening. Let's go, ik maak alle kills, Dion. Ja, ik ben het snipen! I know. Oh, dit is zo'n goede oefening, hè. Dit is echt niet normaal. Hij pakt de handgun, nee. Oh, shit. Nee. Oké. Nog 5 seconden. Nee, niet cheaten jij, motherfucker. Nee. Oh, shit. Hoppa, je staat hier in de score. Nee, met een sniper is dat zo hardcore, jongen. Maar dit is wel vet. Je hebt dus allemaal moeilijkheidsgraden en zo. Oké, vet. Vet. Laten we overgaan naar de volgende minigame. En dit heeft niks te maken met de shooting range of iets in die trance. Dit is... Ik heb geen idee. Waar kun je die namen zien? Ja... Ik zie geen namen namelijk. Dopmis? Alsjeblieft. Ik zie Poor the Challenge. Ja, je moet even kijken naar het icoontje. Dit is de Build Challenge. De Build Challenge. Ik ga hem gooien in 3, 2, 1 en... Let's go! Oké. Wat moeten we bouwen? Moeten we dit bouwen? Dit is wel heel makkelijk. Deze is makkelijk. Deze is wel heel makkelijk. Doe maar. Oké. Je mag hem voordoen. 3, 2, 1, let's go. Ik moet nu pas doen, natuurlijk. Oké, let's go. En hoppa. Hoppa! Dit is wel heel makkelijk. Oké, ik wil nog een keer doen. Kan dat? Kun je hem nog een keer doen? Ja, je hebt er 3. Ik kan hem nog een keer doen. Ik kan hem nog een keer doen. Mag ik hem doen? Oh, jij gaat hem doen. Nee, ik kon niet plaatsen. Wat? Hoe dan? Oh, deze kant. Wauw, deze was slecht. Oké, mag ik? Ja, we kunnen hem resetten. Gewoon nog een keer doen. Alright. Alright. Oké, 3, 2, 1. Let's go. En... Kut, ik draaide niet goed genoeg. Ik nog één keer. Alright, show me the money. Oh, fuck. Je moet eigenlijk dichterbij staan.
Oh, deze kan niet. Ah. Je moet eigenlijk hier staan, let op. Oké, ik wil goud hebben, oké? Ah, kut. 3, 2, 1. Heb je goud? 1.6. Wauw, je moet echt te snel zijn. Je moet helemaal aan deze kant staan, Oké, komt ie. Anders kun je niet redden. Niet activeren. Oh, te laat. Nee, je failed. Helemaal opnieuw. Ik wil hem doen. Oké, wacht, doe hem nu eens. Nu heb ik hem. Alright. Let's go, nu sta ik erin. Nu kan het niet meer fout gaan. Oh, nee! Ja, laat maar, te laat. Weg ermee. Eén keer, laatste keer. Dit is de allerlaatste keer. Als deze niet redt, dan is het klaar. Eerst trap daar om je heen, dat is veel makkelijker. Achter je. Ja, dat is makkelijk inderdaad, denk ik. Oké, ik wil hem ook een keer doen. Ga jij erin staan. Let's go. 2, 1, let's go, trap en kut, sorry, ik had het verkeerd, doe even opnieuw. Dit is de easy, even opnieuw. Oké, ik wil heel snel doen. Ik doe hem de hele tijd opnieuw, maar werk. 2, 1. Let's go, 1.3. Oh, net geen goud, goud. Het kan nog sneller, ready? Oké, nu ik, ja, doe maar. Oh shit, we gaan voor het wereldrecord, jongens. Let's go. Hey, stuur een screenshot op Twitter dat jij er sneller kan. 0.93 seconden. Let's go. Okay. Dat is niet de laatste minigame die we hebben. We hebben nog eentje. En... Nee, ik heb... Waar de fuck is hij? Heb je een gouden gegooid? Nee, ik had een groene gegooid, maar die werkt dus blijkbaar niet. Je moet niet te dicht... Oké, tip aan iedereen. Ga niet te dichtbij gooien, want dat werkt niet. Alright, are you ready? Voor de andere game. Voor die andere minigame. Ja, ik wilde even kijken wat de groene variant ervan was, maar even boeien. Allright, dit is de laatste minigame. Geen idee wat het is. We gooien hem gewoon. Het is obstacle course. Oké. Maar wat het hier precies... Hier begint hij. Maar oké, we moeten dus naar een bepaald punt toe. Wat is dit dan? Wat is dit voor vliegend ding? Spanning. Oh, moet je kijken, joh. Dit is een gigantisch ding. Dit is echt gigantisch. Waar moet je heen dan? Je moet helemaal richting West, denk ik. Maar ik vraag me af, krijgen we nog iets van een karretje of zo? Oké, laten we gewoon gaan starten. Oké, kom. Ja. 3, 2, 1, let's go. Oh, en shit. We moeten gewoon lopen of zo? Ik heb geen idee. Pak deze. Oké, en nu? We moeten hier langs, ja. Ik denk dat we naar de volgende moeten hier zo. Oh, hierboven! Oh, wauw, daar helemaal, de, ja. De! Nee! De. Ik heb hem. Kut, sorry. Oh, shit. Waar is die andere dude? Waar is die andere? Hij is hier beneden. Nee, ik heb er nog eentje. Oh, dit is zo lastig als je het nooit doet. Waar is de rest? Oh, hier. Nog eentje. Let's go. Oké, waar is de volgende? Het is niet meer te zien met al deze structures. Ik kan het niet meer zien. Ik zie ook niks meer. Volgens mij zijn ze weg. Oké, maar jullie snappen het principe denk ik wel. Je moet gewoon van die balletjes pakken. Dit is wel moeilijk, man. Dit is echt moeilijk. En dit is nog de makkelijke versie. En moet je hebben we nog 44 seconden. Moeten er nog 2? Ik heb er 2 gepakt net. Er moeten er nog 2. Oh, maar... ik zie er hier nog eentje. Take it. Ik heb er nog één. En nu dan? Oh, ik ben buiten de range gekomen. Nee, mijn is gestopt. Rest in peace, inderdaad. Je moet ze nu weer opnieuw doen. Oké, maar ja, jullie snappen denk ik wel het principe. Dit zijn de minigames in Playground. Holy damn. Ja. Super dik. Ik hoop in ieder geval dat jullie heel erg hebben genoten van deze informatieve en leuke video. Ik vind hem heel erg informatief. Ga sowieso even Playground in. Ga het proberen. Dat is namelijk super grappig. Super leuk om met je vrienden te doen. Abonneer sowieso op het veel gevraagd voor meer van dit soort content. Check onze merchandise sowieso even op shop.veelgevraagd.nl. Of ga eventjes naar het eerste linkje in de beschrijving. Ga het even checken. Het staat super vette dingen. En er komen hele vette nieuwe dingen ook binnenkort. Verder nog wat toe te voegen? Behalve abonneren. Reageren, Matthijs. Liken. Klik op het video hieronder. Nou, en dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Peace out. Peace.